Jarop, kijk eens op mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op Rotjoch. En we spelen weer Minecraft Skywars voor jullie, jongens. Het is een tijdje geleden dat ik Skywars gedaan heb voor jullie. Want ja, ik speel gewoon amper Skywars. Wel chill dat ik één arrow gekregen heb voor in mijn bow. Maar ik speel weer Skywars voor jullie. Het is heel lang geleden inderdaad. Ik heb gewoon lang niet gespeeld. Want ik speel nu andere games in plaats van Skywars op mijn kanaal. Want dat vind ik toch wel ietsje leuker om te doen voor jullie. Iets meer ja, variatie dan een beetje Skywars. Wat bijna iedereen kan en doet, zeg maar. Alleen deze dude hier die besluit om gewoon sneaky in mijn rug te komen. Maar dat had eigenlijk ook lang niet meer gepvp'd hebben in Minecraft. Dat is best wel klote. Aangezien ik nu dan hiermee bezig wil zijn. En ik gewoon niet meer zo goed ben hierin, denk ik. Oh, fuck off, dude. Doeg, zoek het uit. Met je kutkop. Dag. Maar ja, goed, hij is in ieder geval dood. Maar ik heb dus lang niet meer gepvp'd dat ik niet meer zo goed ben. Wow. Iemand gaat dood in de chat meteen kankerkind. Wauw, mensen die zijn agressief, jongen, hè. Dat je Minecraft pvp gekkies. Oké, we gaan door naar de volgende ronde. Oké, even kijken. Aphrodite, papa. Oké, even naar die papa. Kom je? Hoi! Oh, anti-knockback hacker. Zag je dat? Die chappie had anti-knockback. Even die, die papa. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem gekilled. Dat draait tijdelijk om. Maar zag je dat, jongens? Natuurlijk. Ik moet weer een potje hebben. Daarom. Oh ja, nu weet ik het weer waarom ik het ook niet zo leuk vond. Ik join weer eens een potje. Egg Wars of Sky Wars is dit. Sorry. En de eerste wat ik tegenkom is hacker nummer 1. Dat was dus inderdaad Even die, die papa. En die man die ging gewoon niet achteruit, waar ik hem wel gewoon hitte met mijn soort. Maar goed, het kan ook zijn dat ik het fout had. Maar ik vond het wel een beetje gekkig. Want ja, hè, het was ook een beetje gekkig. Eerlijk is eerlijk, hij viel er gewoon niet eraf, waar ik hem wel sloeg. Oké, deze man wil denk ik vechten. Miel. Hop, één keer hit. Paf, pap, pap, bap, bap, kom hier. Huh, wat? Oh, daar is hij. Doei, doei. Nou goed, dat was een beetje gekkig. Deze hele fight, ik raakte hem kwijt, maar hij is dood. Oké, op naar de volgende kill dan maar. Of nou, voet kill, ik bedoel de volgende persoon die ik tegen kan komen. Want misschien ga ik nu dood, maar ik ga op zoek naar de volgende. Want stilstaan is not really my thing. Dus ik ga zoeken naar de volgende persoon om een duel mee aan te gaan in ieder geval. Als ik dan zeg maar wel zou kunnen doorlopen, zou ik het heel fijn vinden. Maar dat is het probleem, ik kan niet doorlopen. Dus ik moet zeg maar weer helemaal opnieuw gaan met die shizzle maar nizzle. Eens even zoeken hoor, ik zie helemaal niemand man. Ik heb ook geen Optifine meer, want op een of andere manier bugt Optifine mijn computer. En dan blijft hij dat crashen. En dat is echt super klote. Want dan kan ik niet meer inzoomen op zoek naar mijn tegenstanders. Want dat is wat ik wel doe. Nou, deed. Want ik ging altijd zorgen dat ik dan ze kon zien. Dan ging ik naar ze toe bouwen, want dat is wat ik doe. Ik ben niet iemand die blijft campen op mijn eiland. Tenzij het niet anders kan. Oké, ik ga zoeken naar de volgende. Want dit is, volgens mij is dat degene. Volgens mij wordt dat mijn nieuwe target. Volgens mij zijn er wel een bruggetjes gebouwd. Ja, want deze persoon. Die wou zeg maar wel jagen. Dat is ik. Dat is volgens mij die gozer daar. Maar moet ik wel nu gaan, want hij let nu niet op. Nu let hij wel op en hij heeft anti-knockback. En hij heeft anti-knockback. Maar ik heb hem! Jongen! Waarom cheaten jullie? Why? Nice anti-knockback, bro. En alsnog hackertje. Slash ik je ass gewoon up. Ik heb hem gekilled. Maar what the fuck, man? Zie je? Ik kom eventjes weer een potje Egg Wars. Of Sky Wars. En meteen alweer twee hackers met anti-knockback gevonden, jongen. Het is gewoon sad. Gewoon verdrietig word ik ervan. Maar waarom nou, jongens? Waarom wil je nou hacken? Vind je dat nou zo leuk, jongen? Nee, toch? Het is toch niet leuk meer? Zo wil je toch niet winnen? Dan ben je toch niet trots op jezelf? Maar ja, deze gasten zeggen je wel. Ik wil graag hacken en dan winnen. En dan kan ik tegen anderen zeggen dat ik heel goed ben. En dan kan ik ze noob noemen en shit. Wel, ik gewoon loop te hacken als een klein vervelend kindje. Nou goed, we gaan lekker door naar de volgende kill. Want het gaat op zich niet slecht. Ik bedoel, het is de finale. Twee mensen over. Dus ik tegen een andere. En hopelijk gaan we deze chappie ook gewoon even doodmaken. Want dat is wel wat ik doe, zeg maar. Dat is kind of, yeah, my thing. Mensen doodmaken, dat is wat ik doe. Oké, dus ik ga hier naar beneden. Ta-ta-ta-ta. Nou, laten we hopen dat die laatste ook geen hacker is dan, oké? Dan ben ik tevreden. Als hij me dan verslaat, so be it. Tenzij hij dus een camper is, dan vind ik het een saaie gozer. Maar, of chick. Dat die chick zijn. Ik had gozer, terwijl het ook gewoon dames kunnen zijn. You never know in Minecraft, hè. Je kan ook jongens hebben met meisjeskins, terwijl dat nog jongens zijn. Dat soort shit zie je ook vaak gebeuren. Dus oké, ik ga gewoon lekker hier overheen lopen, want ik ga mijn tegen zoeken. Maar ik weet niet waar hij is. Ik heb gewoon geen... Oh, daar loopt hij, dat kan daar. Oké, ik kom achter hem aan. Hopelijk heeft hij gewoon allemaal bruggetjes gebouwd. Of moet ik nou gewoon elk bruggetje nu aanvullen?
Ja, hier is dus helemaal nog geen bruggetje gebouwd. Dit is klote. Ik heb nog maar 7 blokken. Kom op. Ga met die banaan. Tok. Tok, tok. Tok, tok. Oh, fuck it, duck. Oké, nou, ik heb het gehaald. Oké, ik zie hem daar staan. Heb ik nog bouwblokken? Oh, er komt nog bijna een hele stack, man. Oh, weer moet ik bouwen. Godverdukwe. Doogie, doogie, doogie. Dit is niet fijn. Ik wil gewoon naar die gozer toe. Kijk hem daar. Ik zie hem zitten. Ik zag hem staan, tenminste. Als hij mij maar niet ziet staan, dan zal ik heel erg fijn vinden. Hopelijk sneak ik hem in zijn rug. Ja, goed, hij heeft geshift. Of ik zie hem gewoon niet meer, want ik heb geen Optifine. Omdat mijn PC niet wil meewerken met Optifine of zo. Het is echt een super beeste PC die ik heb. Maar Optifine? Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet worden, hoor, Dylan. Oké, nou, fuck it. Ik kan hem erboven zitten dan. Volgens mij heeft hij me gezien. Maar hij gaat nu naar boven lopen kamperen, want dat vindt hij leuk om te kamperen. Oké, wat ik ga doen, ik neem even een golden appeltje, want joh, ik heb er toch 4. Ik bedoel, het is niet dat ik 3 appels ga nemen voordat ik met hem ga fighten of zo. Of 4. Nou, oké. Waar is de laatste brug? Die is daar. Tik. Oké. Hij loopt daarboven, zit hij. Zat hij. Hij zit volgens mij daarboven, helemaal daarbovenop. Kijk hem daar. Ik heb hem gevonden. Hij zit daarboven helemaal. Waarom ga je dat doen? Dude! Why? You fucking do that? Man. Hij kijkt niet eens mijn kant op. Dus hij, volgens mij weet hij niet waar ik zit. Of kijkt hij wel mijn kant op? Ik hoop het niet. Though. Want hij zit helemaal naar boven te campen. Als een kleine baby. Oké. Ik ga hem nu even snipen. Maar hij begon in één keer door te lopen. Dat is kut. Want als ik hem kan vinden, als ik hem kan snipen, dan vier volgens mij zijn dan dood. Als ik hem raak. Als ik hem raak, is hij dood. Wat eraf. Donde esta, zegt iemand. Oh, daar is ook iemand zijn gear kwijt. Mis. Raak. Maar. Hij heeft wel knockback. Dus oké, dat is iets. Dat is in ieder geval iets. Het is niet een anti-knockback hacker. Alleen hij zit een beetje treurig te spelen, zeg maar. Dat is het ding. Hij speelt wel een beetje als een pussy. Dat is duidelijk. Ik bedoel, joh. Hè? Hij weet niet eens waar ik vandaag geschoten heb. Ja, camperboei. Waarom camp je dan? Verdomme. Ik wist dat dit ging gebeuren. Ik zei geen hacker of geen camper. En dat is... Ja, het is geen hacker. Wel een camper. Oké, hij ziet me nog niet. En dan ziet hij me wel. Nu ziet hij me wel. Dit wil ik dus niet hebben. Oh. Wat ga ik doen? Kom aan. Hier naar binnen. Ja. Oprotten. Nou heb ik je. Nee, hij zit te campen. Hij gaat niet weg daar. Hij gaat daar niet weg. Kost wat het kost. Hij blijft daar zitten. Dat is echt niet fijn. Kom op. Daar gaan we. 1, 2, 3. Dude, man. Waarom speel je op die manier? Oh my god. Dit wordt echt een kutpot. Weet je het is? Als je hem er één keer raakt met een bow and arrow. Ja, dan gaat hij al campen. Really, dude? Really? Kijk, dit is echt het kutste van heel Skywars. Die gast gaat gewoon daar zitten nu. En no way dat hij daar weggaat. No way dat hij daar weg wil. Hij zit daar veel te goed. Hij vindt het allemaal lekker daarboven te zitten. Een beetje campen. Oh man, dit soort dudes, jongen. Ga er nou af. Als jij gewoon valt, ben ik tevreden, weet je. Oh! Doe niet zo irritant! Ik heb helemaal geen egg. Ik heb geen arrows meer. Weet je wat ik ga doen? Ik heb scheid. Ik heb echt scheid. Ja, dat bedoel ik. Dan gaat hij dus dit doen. Oprotten! Ja! Ja! G! Fucking! G! Yes! Woe! Hij was goed. Op naar potje nummer 2. Oh, mensen, yeah, we gaan ervoor. Laatste potje, potje nummer 2. Vorig potje ging hartstikke lekker veel kills gepakt. En ik had gewoon gewonnen. Door gewoon die gast die dus aan het campen gewoon lekker aan het rekken was. Dus we spelen de map Parijs. En hopelijk gaan we deze winnen, jongens. Laten we proberen om deze ook te winnen. En deze video af te sluiten met 2 victories. En dan gaan we. Oké, mooi. Ik ga hierin checken. Hopelijk heb ik goede spullen in mijn chest. En we gaan er gewoon meteen voor. Jongen, het is voor mij echt lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Skywars. Maar. Zoals jullie weten is het bijna een maand om. En dan ga ik inderdaad werken aan een nieuw schema. Dan ga ik werken met nieuwe video's. Nieuwe series die komen online. Wat voor dikkie dingen lang over zeggen om die shit in de kist te legen. Er komen allemaal nieuwe video's online. En over die video's dus het volgende. Ik
Gaat de laatste dag, de 31ste, komt er een video online waar ik in dat uitleg welke series er nieuw gaan komen op mijn kanaal. Want ik wil niet meer dezelfde series doen. Ik heb besloten toen met jullie in die video van, nou, we gaan kijken welke series goed uitpakken, welke series niet goed uitpakken, welke wel bekeken worden, welke niet. Dat had dus in natuurlijk welke series jullie leuk vinden. Niks te maken met, je wilt veel geld, je wilt veel views. Maar ja, hè, een video die 30.000 keer bekeken wordt, zoals in Mindtopia, wordt gewoon maken bekeken. Het had in dat jullie die fuck leuker vinden als de andere series. Zoals inderdaad heel weinig video's van League of Legends werden heel slecht bekeken, omdat mensen het gewoon niet leuk vinden. Dus op die feed, op die manier, heb ik besloten om dus inderdaad te gaan kiezen voor andere series. En die ga ik dus op de laatste dag, de 31ste, ga ik die natuurlijk aan jullie laten zien. Daarnaast ben ik volgende week ben ik op vakantie. Dus er komen allemaal nieuwe video's. Komen een stuk of minder video's. De eerste week gaat het schema niet helemaal door, want ik ben nu die shit fixen. Oké, wat is die dude daar aan het doen? Is zijn nodus verkeerd ofzo? Ja, goed. Ja, man. Dus ik heb ook al iemand in het midden gebouwd. En, oh man, dit is echt... Oh, dit potje wordt echt slecht. Dus het spijt me, jongens. Dit potje is voor mij best wel not winnable. Want ik moet nu echt tegen een full diamond gast gaan vechten. Oké, kom op. Kom op. Ik jumpshotte, maar ik jumpshotte mis. Oké, die gast zit hier binnen. Maar inderdaad, als ik ze zeg, ik ga op vakantie. Dat houdt in dat er minder video's komen. Niet twee per dag, wat ik dus wel ga doen als ik terugkom van de vakantie. Ik ben een hele week weg. Dus de hele week komen er andere komen er wel video's online. Ik bedoel, dat heb ik jullie. Dat is gewoon wat ik doe. Hè? Waar de fuck is die? Is die motherfucker hier? Waar de fuck is die chappie gebleven? Er was hier een chappie. Of is hij gevallen? Hij is gevallen. Hij is gekild door die gast in het midden. Nou, maar die gast in het midden heeft nu echt zulke goede stuff. Ja, fuck it. Ik hou niet van campen. Dat is gewoon niet mijn ding. Dus ik ga er al voor. En ja, laten we hopen dat hij niet een boog bijpakt en mij gaat schieten. Wat hij dus wel doet. Oh-oh. Man, die chappie in het midden is smeerpijp. Hij zit alleen maar te campen. Oké, nou goed. Hopelijk is hij niet zo goed op PvP dan. Als hij rush... Oh, fuck it, duck. Oké, die gast is helemaal boven, hè. In Paris, dat is... Oh nee! Fuck, weer gekild door een camp van de zijkant. Helaas, pinterkaas. Mensen aan het campen. Kan ik niks doen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Hopelijk vind je het een leuke video. Geniet deze week van alle video's natuurlijk als ik op vakantie ben. Dus ik kan niet op jullie reacties reageren, wat ik wel vaak genoeg doe natuurlijk. Helaas, pindakaas. De 31ste komt natuurlijk mijn nieuwe schema uit. Kan je zien welke videogames ik ga doen. En welke series ik ga starten. En welke series er niet meer doorgaan. Dus dan weten jullie dat alvast. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat zeker even een blauw duimpje achter omhoog. Als je het super awesome vindt, dan zie ik jullie weer. Als ik terugkom bij vakantie. Laat hem als eens zien. En natuurlijk, peace.